Zeg eens A, zeg eens A. Ik heb pukkels op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen en een kriebel in mijn keel. Zeg eens A, zeg eens A. Ik heb vlekken voor mijn ogen, tepelkloven van het zogen en ik plas de laatste tijd wel heel erg veel. Is er soms iets met mijn nieren? Zijn het schild of andere kleren? Dokter, kijk eens naar mijn buik. Heb ik soms iets aan mijn longen? Is die ader soms gesprongen? En ik ruik de laatste tijd niets als ik ruik. Zeg eens A, zeg eens A. Heb ik suiker of is het kaak? Dan adem ik moeilijk als ik zever. Ik heb heel wat op mijn lever. Zeg eens A, zeg eens A. Is de dokter thuis? Nee, de dokter is er niet. En de andere dokter is er ook niet. Ik ben door een ruit gevallen. Oh. Nou, naar... U moet naar de EHBO. Ja, maar... Oh. Ho, pak hem blijven. Kom, ga maar mee. Hou je niet. Zo. Nou, dan moet u dit even stevig vasthouden. Niet terug laten draaien. Nee, nee. Zo. Ga ik even bellen, hè? Gaat het weer een beetje? Zuster. Zo. Met assistente van dokter van de ploeg. Ik heb hier een slagadelijke bloeding. Kunt u even een ambulance sturen? Bloemstraat 5. Ja. Hallo. Hey, Ron. Doe jij? Ik was even naar Van Dam gaan kijken. Gaat er goed met hem, geloof ik, hè? Ja. Hij was tenminste erg opgewekt. Even afwachten. Afwachten? Nou, even afwachten of hij geen aangifte doet wegens diefstal. Na alles wat ik bij hem heb weggenomen. Dat is beleefd van je dat je lacht. Ja, ja, ik ben goed opgevoed. Overigens, hoe zit het nou eigenlijk dit weekend? Ga je nou mee zeilen of moet jij met Wiep mee naar Maastricht? Nou, goed dat je daarover begint. Daar wil ik het echt even met je over hebben, hoor. Ik zit er namelijk behoorlijk mee. Tja, dat kan ik me voorstellen. Maar neem dit aan van een oude wijze man. Als je altijd maar toegeeft, lopen ze in no time over je heen. Ja, dat hoef je mij niet te vertellen. Daar gaat het juist om. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik verdomd graag met Wiep meega naar Maastricht. En kijk, jullie komen heus wel dat weekend zeilen door zonder mij. Nou ja, dan doe je dat toch gewoon. Bel ik Johan even op dat je niet mee kan. Dat is geen enkel probleem. Jawel, dat is wel een probleem. Want kijk, als ik nou tegen Wiep zeg dat ik liever met haar meega in plaats van met jullie, dan verlies ik mijn gezicht. En zonder gezicht ga ik liever niet naar Maastricht. Nee, dat zou inderdaad geen gezicht zijn. Luister eens even. Jij zegt nog even niks tegen Wiep. Ik versier wel wat. Wat dan? Dat weet ik nog niet. Maar ik zal jou matsen. Complimenten, mevrouw Dobbelsteen. Dat noem ik nog eens een keertje tegenwoordigheid van geest. Fantastisch. Nou, dank u wel, hoor. Maar even zo goed, ik sta nog te trillen op mijn benen. Zou niks voor mij zijn, dokter. Hoor, dokter? Oh, nee? Ja, wat jammer nou. Ik had u net willen voorstellen om eens een keer het spreekuur van me over te nemen. Ja, sport u er maar mee. Oh, maar het was een hele toestand, hoor. Overal bloed. En weet u wat zo gek is, hè? Normaal kan ik helemaal niet tegen bloed, hè? Oh, als ik bloed zie, ik ga zo gestrekt. En op de tv, ik draai mijn hoofd weg, ook al weet ik dat het ketchup is. Maar dat zie je, hè? Met een noodgeval, je doet gewoon wat nodig is en daarna sta je te trillen. Ja, ja, dat ken ik, hoor. Ja, dat heb ik vroeger ook gehad. U? Ja, ja. Oh, zeker, mevrouw Dobbelsteen. Ik heb mezelf geleerd om met één hand zo'n slagadelijke bloeding af te binden, zodat ik die hand vrij heb om ergens een vast te pakken om niet gestrekt te gaan. Ja, ja. Nou, maar dit was een heel avontuur, hoor. Dat kan ik u wel vertellen. Nee, maar nou zonder dolle, hoor, mevrouw Dobbelsteen. Echt, ik meen het, fantastisch gedaan. Dank u wel, hoor. Maar dan ga ik nu eventjes weg, hè? Vindt u toch niet erg, hè? Nee, hoor, nee, helemaal niet. Veel plezier. En past u maar op dat u zelf niet in de verleiding komt. Oh, nee. Ik ga alleen maar mee voor Annie, hoor. Ik heb zelf niks nodig. Mooi zo, mooi zo. Tot morgen. Doei, tot morgen. Zo.
Zo, nou eens even mijn hoofd bij elkaar houden. Dat moest ik ook alweer. Helemaal niks, geloof ik. Nou, wat vind je ervan? Zeg eens wat. Ik vind het heel chic. Heel chic. Ja, u zal ze lelijk vinden. Mien, zeg jij eens wat. Ja. Nou, ik vind ze wel heel erg rood, hoor, om je de waarheid te zeggen. Ja, rood zijn ze natuurlijk wel, maar dat vind ik niet zo gek, hoor. Mevrouw vroeg om rode schoenen. Jawel, jawel. Maar nou ik ze zo zie, denk ik toch, ting, ting, er komt de brandweer. Nou, ik vind het wel een mooi schoentje, hoor. Jawel, jawel, maar erg rood, hoor. Heb u niet diezelfde in het grijs? Dezelfde kleur rood, maar dan in het grijs. Ja. Nou, moet ik even naar het magazijn gaan kijken. Ogenblik. Oh, oh kijk nou eens. Ai, wat mooi. Kijk eens wat mooi. Oh ja, hé. Prachtig. Te gek, hé. Dat is mijn maat niet. Mijne wel. Oh, ik heb daar levenslang van gedroomd. Nou, dan neem je ze toch. Ja, Koos ziet man, kom maar. Koos. Doe zeg, moet je kijken. Van 405 zijn voor 350 gulden. Het is nog een kopio. Pas ze nou eens aan. Ik heb ze ook maar gelijk in het blauw en het paars ook meegenomen. Nee, geen paars. In ieder geval niet in het paars, meneer. Zo. De grijze. Ja. Hé, te gek meid, ze staan je geweldig. Vindt u niet, meneer? Chic, heel chic, werkelijk waar. Auw, die zijn volgens mij een maat kleiner, hoor. Ja, waarschijnlijk valt deze leest iets kleiner. Ja, maar dan moet ik toch echt een leest hebben die een beetje groter valt. Oh, dan zal ik nog even voor u kijken. Hé, ze staan je te gek, Mien, ik meen het echt. Maar ze zitten zalen. Nou, waarom neem je ze dan niet? Ja, nee, dat moet ik eerst met Koos overleggen. Met Koos overleggen? Als jij wat kopen wil, dan koop je het toch? Wat heeft Koos er nou mee te maken? Jij werkt toch zelf hard genoeg voor? Ja, maar Koos werkt ook hard. Ik vind 350 gulden een hele uitgaaf. Dat kan ik zomaar niet doen. Ik bedoel, zonder hem erin te kennen bedoel ik. Mientje, wanneer emancipeer jij eens een beetje? Wat heeft het nou met emancipatie te maken? Ik ga niet vragen of ik het kopen mag. Ik ga het overleggen, dat is heel wat anders. Ja, dat doet Koos ook altijd. Even overleggen. Voordat hij zijn zin doordrijft. Grijs en een volle maat groter. Hm? Kan u deze voor mij wegzetten, meneer? Ja, dat doen we eigenlijk natuurlijk nooit met afgeprijsde artikelen. Maar laat maar zeggen voor deze keer. Ik wil ze voor u vasthouden op morgenmiddag 5:00. Maar echt niet langer, hoor. Goed. Ja, afgesproken. Wat vind je? Chic. Nee, werkelijk waar, dat grijs staat u heel chic. Wie, wat vind jij? Disney Plus brengt jou zoveel meer. Casita, help me out.